De ruime overwinning tegen Almere City gaf hoop voor de Nijmegenaren. Maar vorige week moest toch weer genoegen worden genomen met 1 punt in Dordrecht. Met Roda JC, de nummer 6 van de keukenkampioendivisie, ontvangt NEC vrijdagavond om 8:00 een zware tegenstander in de Goffert. De formatie van trainer Jack de Gier kan tegen de Kompels uit Kerkrade de 3e achtereenvolgende thuiszege behalen. De eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste voor ons, nog steeds. En dat is Roda, dus ik denk dat we daar in ieder geval klaar voor zijn, ja. Dat is wel natuurlijk een stuk betere tegenstander dan bijvoorbeeld Dordrecht, zeker met de voorlies nu zitten. We moeten respect hebben voor elke tegenstander. En elke tegenstander is gewoon moeilijk in de keukenkampioen divisie dit seizoen voor ons. En Roda zal dat niet anders zijn. Ja, Roda is qua naam en historie natuurlijk een grotere club dan Dordrecht. Maar we hebben ons daar weer op voorbereid en we gaan proberen die wedstrijd te winnen. Want dit is Roda voor ploeg. Is vooral een veel scorende spits en verder. Je moet vooral ook naar Engels inderdaad kijken. En verder is het altijd wel bekend dat ploegen van Molenaar, ik kijk vaak naar trainers, dat die wel aardig stabiel zijn in de verdedigende organisatie, vanuit een bepaald systeem spelen. En daar stellen wij ons op in en daar proberen we de zwakke punten te benutten. En ook hun sterke punten ons daarop voor te bereiden om niet tegen de lamp aan te lopen. En dat is dus een defensief stabiele ploeg en een scorende spits, kort samengevat. Als je het heel kort samenvat misschien wel, maar dat doe je ze misschien mee te kort. Dus zover wil ik niet gaan. Alleen je kijkt naar zijn totaliteit. Dan naar je eigen team. Letizanias viel uit vorige week. Hoe ver is die er staan? Die is weer inzetbaar, dus die heeft gewoon getraind. Dus dat is geen probleem. Verder nog blessures, een onzekerheid of wat er dan mee? Eigenlijk zijn alleen Norbert en Rens niet op het veld vandaag en de rest heeft allemaal getraind. Daarbij zal Tom Overtoom, dat zal net te vroeg zijn om hem bij de selectie te nemen. En Frank Sturing die heeft dan ook volledig meegetraind, maar ook slechts 2 dagen. Dus dat is ook nog te vroeg en voor de rest is iedereen fit. Vrijdagavond om 8:00 in de eigen Goffert, NEC Roda JC.